Oh, hallo. Fijn dat je er bent, fijn dat je even kijkt. De laatste weken loop ik met een hele grote angst rond. Kijk, jullie weten ook dat Sinterklaas thuis werkt dit jaar. En ik vraag me af, zou de goede Sint wel komen? He, niet omdat hij het weer zo lelijk vindt, maar omdat hij thuis blijft. En dan denk ik, komt hij wel echt iets in onze schoenen stoppen? He, die hebben jullie gisteren allemaal gezet. Maar ook, komt hij wel echt langs? Komt hij wel bij ons op school, op bezoek? Nou, en met die zorgen ben ik naar meester Bas gegaan. Hey. Hey, meester Bas. Ik maak me een beetje zorgen. Dus ik leg los van de schaar mijn zorgen op tafel en leg aan meester Bas uit dat Sinterklaas thuis werkt en... Nou ja, meester Bas gaat ervan uit dat hij komt. Ik ga ervan uit dat hij komt. Ik wil het gewoon zeker weten. Ja, ik wil het gewoon zeker weten. Zo ben ik nou eenmaal. Ik hou niet van twijfels. En dus bedenken wij een geniaal plannetje. Als dan... wij nu een super mega groot alarminstallatie gaan maken. Ja. En als hij dan binnenkomt. Ja. Dat er dan één grote... lichtachtige show met geluiden uit de speakers knallen. Ja, dan word ik al wakker. Denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Daar slaap ik ook niet doorheen. Nee. Zullen wij dat gaan maken? Ja, goed idee. Oké, okay, top. Nu? Nu. Dan zet ik deze even. Ook zet die even aan de kant. Hè? Kapoentje. Ja. Aaije toe en aan de slag. Waar is mijn klusmuziek? Ja, hier. Goed, let op hoor, dit gaat heel snel. De boel opmeten, kabels pakken. Die sluit de warm van het mengpaneel naar de grote box. Daarbovenop zetten we een zwaailicht. En als Piet dan binnenkomt, meester Bas doet het even voor, dan trekt hij aan dit touwtje, dat zit vast aan de buitendeur, naar een andere deur, naar de brandblusser. En dan gaan de volumeknoppen omhoog. En dan wordt er een seintje gegeven naar de box. En dan bam, alarm. Woe! Ja, dat ging snel, hè? Oké, even nog heel kalm. Je ziet dus het touwtje lopen. Ja, want als Piet binnenkomt, dan trekt hij aan dat touwtje. En dat touwtje, dat schuift dan de volumeknoppen op het mengpaneel omhoog. Dus dan gaat er een seintje via deze kabels helemaal zo... naar deze grote box. Die gaat dan aan met heel veel lawaai. Ja, en dan gaat het zwaailicht schijnen. Poeh, wat een systeem. Geniaal. Briljant. Dat kan gewoon niet falen. Nou, je ziet hier dat wij allemaal zijn gaan slapen. Tenminste, hè, voordat we naar bed gaan, ga ik nog even een verhaaltje voorlezen. Maar zodra het verhaaltje uit is, ga ook ik naar bed. Je zou zeggen... niks aan de hand. Perfect plan. Helemaal waterdicht. En wie de herhaling wil zien, begint voor in het boek. Dat rusten. Dat rusten. Ik kom er ook in hoor. Oeh, donker. Ik heb mijn slaapzak gepakt en heel gezellig tussen juf Elise en meester Bas gelegd. Zo, nog even mijn slaapmuts op, hè? Anders krijg ik wel een heel koud bolletje. Zie de maan schijnt door de bomen, makker staakt uw wild geraas. Het heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sint... Goed. Alarm geïnstalleerd. Echt een geweldige uitvinding. Ja, die meester Bas is handig, hè? Ja, dat moet ik wel, zeggen. Wij naar bed. Alle juffen en meesters pakten hun spulletjes. Ik nog even voorlezen. Lekker slapen. Nou ja, lekker slapen. Eén van ons had slaappleinwacht. Ja, en dat was dus juffrouw Nienke. Waar juf Laurie... achterkwam toen ze naar het toilet moest. Hallo, Nien! Wat is er aan de hand? Bas. Hallo, zij is helemaal niet op te letten. Jij hebt slaapplein, wacht. Jij zou afdoen. Jongens, ik zal hem afdoen.
opletten. Als hij iemand geweest was, dan had het al lang toch afgegaan. Ja, ah, dat is dank je. Dankjewel. Natuurlijk, meester Bas heeft gelijk. Was er iemand binnen geweest, ging het alarm wel af. Nou, dat rusten. Dat rusten. Oh, Ja. Zeker, absoluut, heel spannend. Maar hier gaat het dus weer mis, hè. Juf Nienke die probeert uit alle macht wakker te blijven. Ze probeert zelfs haar slaperige hoofd te ondersteunen, maar kijk, kijk, zie het gebeuren. Ze valt gewoon weer in slaap. En na een tijdje werd weer juf Laurie wakker. Ik denk omdat ze nu zin had in een pepernootje of zo. Nee, jeetje, weer! Oh nee! Nieke, jeetje! Ja, Nienke, je moet echt even hard houden. Jij moet wakker blijven. Wat voor een leven, mama! Wat maar eten! Je weet slapen. Ze staat bij de lamp. Zo ben je nooit zwart, Piet. En stop. Ik breek heel even in, want ik wil je toch even wijzen op wat je nu gaat zien. Namelijk pure zelfbeheersing, rust en kalmte. Ah! Nee! 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 Een plan. Ja, er wordt een plan gemaakt. Nou, en dat plan bestaat uit, hup, meester Carlo naar de taalarea duwen. Dat die maar gaat kijken of daar misschien Piet rondhangt of verstopt zit. Zit hij daar? Even kijken links. Nee, even kijken naar rechts. Ook niet. Nee, hier geen Piet. Misschien in het magazijn. Ja, juf Elise vindt het wel heel spannend en gaat naar Nee, ze doet het niet. Ze vindt het te eng. Ik doe het niet, zegt ze. Ik doe het niet. Dus gaat juf Linda kijken. En die loopt zelfs het trapje op. Ja? Nee? Nee, niemand op de zolder. Oh. Nou, goed. Dan kijken we nog maar even in de rekendoom. Zit daar iemand? Juffrouw Nienke die stapt er naartoe. En wij gaan mee, want... Oeh, ziet ze iets? Nee, ze ziet niks. Nee, dat is jammer. Nee, jongens, ga maar terug. Maar ja, wacht even. Misschien in de toiletten. Hoewel, ja, wie zou daar nou vrijwillig gaan zitten? Dat... Nee, hier is ook niemand. Toch? Juf Nienke, kijk eens onder de deurtjes door. Nee, niemand, hè. In het kantoor van juf Meloes. In de stilteruimte misschien. Helemaal geen Piet te zien. Nergens. Helemaal geen Piet. En zo zitten we later, diep in de nacht, allemaal weer op het leerplein te overleggen wat we moeten doen. Ja, er zit niks anders op. Ja, we kunnen wel allemaal naar huis gaan, maar ja, het is hier eigenlijk wel gezellig. Laten we dan hier nog maar een, de nacht volmaken, hè? Ja. Laten we maar naar bed gaan. Baas, doe je dan ook de lamp uit, alsjeblieft? Nou, fijn. Jammer, jongens. Jammer, maar we kunnen nog lekker veel. Lekker slapen, jongens. Slaap lekker. Rusten, jongens. Rusten, je vrienden. Rusten, deze kou. Rusten, je familie. Rusten. Rusten, je vrouwie. Geen Piet te zien, nergens. En dus is het maar afwachten of wij echt wel iets vinden in onze schoen. En ik weet ook niet of Sinterklaas wel komt. We kunnen het niet vragen. Nou ja, tot maandag.